Welkom bij Atelier Bettina. Vandaag ga ik aan de slag met Ecoline. Ecoline, geschilderd op een losse manier met vloeien en blazen. Ik doe dat op aquarelpapier. Dat is gewoon wat ik nu bij de hand heb en daar werk ik zelf heel veel mee, dus dat vind ik fijn. Ecoline is ook een soort waterverf. Maar dan natuurlijk op een andere basis. Maar het is sowieso vloeiend. En aquarelpapieren neemt mooi vocht op, waardoor je hele mooie randen en kringen kan ontstaan. Je hebt natuurlijk Ecoline heb je in verschillende dingen. Ik gebruik nu de vloeibare Ecoline. Vroeger zat het in deze potjes. Nou, die ga ik gewoon ook gewoon gebruiken. Daar heb ik nog meer dan zat van. Maar je hebt ook nieuwe soorten. En dat is wel heel handig. Er zit meteen al een tuitje aan. Dus dan kan je heel mooi druppelsgewijs opbrengen. Maar goed, bij de oude, dan gebruik ik gewoon de pipetjes. Die zijn ook hartstikke handig. Is op dezelfde manier. Die laat ik gewoon instaan tijdens het schilderen. Gebruik ik kleurtjes wat ik nodig heb en ik zet ze weer terug. En na de tijd maak ik alles weer schoon en kun je ze gewoon weer gebruiken. Wat eigenlijk de bedoeling is dat ik een soort landschappen ga maken met Ecoline. Daarbij wil ik eigenlijk al een klein grapjes intekenen als het droog is. Jullie zien straks mijn proces van bezig zijn en ik zal jullie het eindresultaat straks ook laten zien.